We gaan luisteren 3 minuten naar Annelies, vanaf nu. Yay! Ze zijn weer niet content, hè. De boeren. Ze zijn niet tevreden, hè. Ze zijn helemaal ongerust over de stijgende prijzendruk op de voedingsproducten. En wiens schuld is dat? Wiens schuld is dat? De baarlijke duivel, de vuile Hollander, Albert Heijn. Nee, serieus, daar moet dringend iets aan gedaan worden, dat is zeker dat. Allee, niet dat ik iets heb tegen Albert Heijn, hè. Nee, zeker niet. Ik vind Albert Heijn de max. Ik zou willen gaan wonen in de Albert Heijn. Sterker nog, ik zou willen trouwen met Albert Heijn. Allee, zijn u een keer eerlijk. Waar kunt je beter uw kaas voor tussen uw boterham gaan halen dan bij een belegen Hollander? De efficiëntie en de degelijkheid die ze daar in die winkel aan de dag leggen, dat ziet je toch niet veel op een ander. Met een voorgewassen, voorgesneden, voorgekruide, voorverpakte zakjes appels en wortelen. Ze hebben daar ook van die heelder bouwpakketten voor bijvoorbeeld spaghetti-saus met alle juiste ingrediënten in en de hoeveelheden en een handleiding daarbij en een foto erop. Allee, Albert Heijn, dat is een beetje de IKEA van de voedingsindustrie, hè. Dat is ideaal voor iemand gelijk als ik. Nee, serieus, als ik iets kook, ziet dat er altijd een beetje uit als klein gevaarlijk afval. Ja, alsof dat ik iets uit de vuilbak ga krabben ben van een of andere mottige brasserie op de vrijdagsmarkt. Maar nu, dankzij Albert Heijn, heb ik mijn keuken niet meer nodig. Kan ik die gewoon buiten zwieren en heb ik meer plek voor mijn schoenen. En ja, ik besef het, ze. Het voelt voor mij ook allemaal een beetje vreemd aan. Allee, een beetje gelijk of dat je je lief aan het bedriegen bent. Maar Jeff Koruit heeft het hem zelf gezocht. Hij had al veel langer iets aan zijn frigo's moeten doen. Allee, daar moeten toch betere oplossingen voor bestaan. Ten eerste krijg je bij het binnengaan van zo'n frigo al wat kletsen in je gezicht van die plastieke flappen. En dan moet je daar dat Siberisch gebied binnen en met je winterfrak aan tot daaraan toe. Maar in de zomer is dat gewoon super gênant. Staat je daar tussen de courgettes en de selder met stijve tepels. En dan probeert je dat weg te steken door zo 2 van die maxi-pakken Everyday Gruyère kaas daarvoor te houden. Maar dat is dan ook weer allesbehalve elegant. En ook onhandig om zo van het onderste schap uw gerookte heilbot te moeten pakken. Weet je, Albert Heijn, die zegt het ook allemaal veel beter. Schoner. Poëtischer. Allee, bijvoorbeeld... Chocoladebruine parels van glanzend satijn, gevuld met donzige slagroom. Goed toch? Je weet tenminste aan wat je kunt verwachten. En wat is het beste dat wij daarvoor kunnen verzinnen? Ik krijg het amper uit mijn bek. Neger in het tet.